Hallo! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Ik ben hier met vier mensen waarvan jullie ongetwijfeld weten dat ze best wel veel een beetje op elkaar lijken, want het zijn nog niet tweelingen, man. Ja, hello. Oh, mag ik jullie ten eerste bedanken dat jullie hier zijn. I love you. I love you. I love you so much. Ik ben hier met Luca en Jesse, yo. En ik ben hier met Lisa en Kimberly. Hi. Lisa en Hela. Hey. Ik had een aantal weken geleden een serie op mijn kanaal waarin ik elke dag een video uploadde met een tweeling. En jullie hebben allemaal massaal gestemd wie jullie de leukste tweeling vonden. En daar zijn deze twee tweelingen uit voortgekomen. Give it up for them. Dat gang. Ja, het is de officiële finale. Even heel kort, de video's kwamen natuurlijk online. Daar gingen allemaal mensen naar kijken. Wat is er in die tijd gebeurd? Heel veel. Wat dan? Fanout. Mensen die herkennen. Op straat. Haat. Ik vroeg het eigenlijk aan hun. Oh, sorry. Ik heb jullie gevraagd om hier naartoe te komen. Dat is zeker waar. En ik heb jullie ook gezegd dat ik vandaag een video met jullie ga maken om vervolgens de kijkers te laten bepalen hieronder wie dan mijn favoriet is. En dan komt volgende week wordt de winnaar bekend. Oh my god! Dat is de situ. Dit is jullie laatste kans om aan mijn kijkers te laten weten of jullie de leukste zijn. Maar de kijkers weten al wie de leukste zijn. That's we. Wow. Dit zijn hun. Zijn jullie zeg maar ready voor deze... Toen ik in mijn moeder buik zat, was ik al hier klaar voor. Ik heb een beetje tegen jullie geloofd. Stop. Hey, die van mij zit trouwens hier helemaal zo. Nee. Ja, Erago. Wat jullie niet weten is dat ik een tweelingbroer heb. Wat jullie niet weten is dat ik vandaag ga kiezen wie de beste, de leukste tweeling van allemaal is. Nee, alsjeblieft. Kan je mag ik mezelf nu alsjeblieft even weggooien? Nee, we gaan vandaag nog een challenge. Eigenlijk moeten jullie gewoon tegen elkaar strijden. Dat is het ding. Ik kan niet tegen me verliezen. Maar de kans bestaat dat je vandaag verliest. En dan ben je niet de leukste tweeling van Nederland. De challenge is als volgt. Over de afgelopen dagen hebben we natuurlijk allemaal comments gekregen. Niet alleen onder jullie eigen video's, maar ook comments onder de video's van anderen. Tweelingen. Ik heb daar 15 comments van gepakt. Shit. Die ga ik aan jullie voorlezen en dan moeten jullie bepalen onder wiens video die stond. Eerlijk gezegd, ik heb niet alle helemaal afgezien. Ik wel. Serieus, ik heb ze allemaal aangeklikt, maar... Alright, let's go. De eerste comment. Ik ga hem eventjes zo lezen. Want... Anders ga ik meelezen. Deze dan kijken, man. Nee, Kelvin is even naar de kelder. Kelder. Ik begin met een makkelijke. Ik kreeg een reclame van een Nivea verjongingscreme. Nu weet ik waarom. Weet het! Je moet toch het antwoord, moet je even noteren. Kan in je phone of zo. Hey, ik heb je helemaal niet voor aangemeld, man. Lul. Nog even voor de kijkers. Deze comment stond dus onder een van de 5 tweelingvideo's. En zij moeten nu raden onder welke video die stond. Oh, dan weet ik het wel, Orgy. Bo en Morris. Bye, Lisa. Bye. Zijn we het goed? Nee. Jullie zijn het team, oké? Okay? Jullie zijn het team. Jullie zijn het team. Unite! Wat heeft dit echt te maken met of we de leukste training zijn? Niks, maar gewoon leuk challenge. Oké, okay, maar zijn we ready. 203-325-609-803 Pixie Boy Kelvin. Oh ja, nee, deze weet ik ook wel, ja. Lucas Orlees? Nee, ik heb hem helemaal niet gezien, maar... Oh ja, jullie gunnen ons niet eens één antwoord. Nee, want jullie hadden de video's goed moeten kijken en een beetje interesse. Nee, maar gewoon geen ruzie maken! Gewoon laten zien, een keer meneer. Ja. Het is goed. Wees even lief tegen een ander. Vraag ik gewoon een andere tweeling. Dan hebben zij gewonnen. Gotta be nice for the world. Dat is echt een traag. Focus! Oké. Okay. De derde comment. Ga even zo lezen. Focus! Deze waren het leukst. Ze durven tenminste gek te doen en hunzelf te blijven bij jou. Nou, niet te hard op overleggen, want jullie kunnen elkaar gewoon horen. Dus doe even goed. Ik vind het moeilijk, want jullie zijn fucking gek. Maar misschien zijn jullie dat wel echt. Jullie zijn echt major aan het twijfelen. Hoe kom je aan dat litteken dus? Oh, mag ik het vertellen? Nee. Oké, okay, het antwoord. Bo en Morris, Luca en Jesse. Dit is spannend. Ik vind het echt zo'n leuke challenge. Zeg het nou. Kan je het gewoon zeggen? Fucking kut, man. Je weet het gewoon niet eens meer. Het goede antwoord is. Boom! Fire! 3 tegen 1. We gaan door. Mooiste tweeling is dit wel, uitroepteken. Nee. Oh, dus er ontstaat weer twijfel. Dit zijn wij wel, Het is spannend. Oh, ik heb echt zo'n lange nek nu. Giraffe. Irrelevante informatie. Wordt dus lekker uitgeknipt. Waarvoor? Allebei een antwoord. Mooiste tweeling is dit wel. Jesse en Luca, Famke en Silke. Dankjewel. Zij hebben het fout. Wij ook, zeker. Kijk. Echt lullig, man. Ja, is dat lullig? Ja, lullig. Okay. Dat is lullig. Ja. Oké, okay, het goede antwoord is Silke en Famke. We gaan door. Omg, love deze kiddo's. Hartje, hartje, hartje. Geen sowieso my face. Wat een kutspel. Ik moet gewoon eventjes nadenken. Jesse heeft het gegokt en Jesse heeft tot nu toe alles fout is. Oké, okay, laten we zien. Ayla, Lisa. Lisa en Ayla. We zijn twee verschillende dingen. Stilte. Okay. Het is goed. Hallo, het staat 4-3. Dat is hartstikke goed, jongens. What the fuck? What the fuck? 4-3. Okay, let's go. Deze chicks zijn lekker, maar hebben echt geen inhoud. Ja. Just saying. Dat is heel lullig om nu te gaan. Ja, echt. Focus! Sorry. Jullie zijn bezig allemaal met de challenge van je leven. Oké, okay, laat maar zien. Kimberly Melissa. Kimberly Melissa, het is goed. Hey!
Lekker. Pak de haters. Ja, doe het lief. Show love. Pure meuk en erg saai deze tweeling. Dat is een lastige comment. Lieve mensen thuis, mocht je nou elke tweeling video hebben gezien, doe dan even lekker thuis mee. Probeer eventjes te bedenken over wie het precies gaat. En misschien ben jij wel de volgende keer de leukste kijker van Nederland. Ik heb nog 5 seconden. 4. 100% zeker. 3. Maar ik weet niet 100% zeker. 2. We hebben heel veel aan, hè? 1. Laat me zien. Jim en Melissa, Jesse en Luca. Ja, nee. Ja, nee, maar hij zegt het, hè? Ja, ik had al eerder een reactie geweest van jullie zijn pauper. Het goede antwoord. Jim en Melissa. Is één van jullie heeft het goed. Ja. Ja, dan zijn jullie het gewoon. Weet je, ja, we maken nog even een leuke wedstrijd van. Geef ons even die puntje, joh. Jullie hebben het goed. Jullie lezen je haatcomments niet. Wat is dit? Nou, haat interesseert me niet zo. Nee, maar... Ligt het aan mij of lijken ze heel erg op Shawn Mendes? Helpoppetje, hartoogpoppetje. Ja, praat nog harder op pauper even. Oh, Luca, nee, verander snel. Nee, weet zeker, man. Ik ben wel echt blij dat ik deze challenge heb bedacht. Ik weet nu al dat mensen het leuk vinden om naar te kijken. Omdat jullie stressen. Stress op dit hoofd. Oké, laat maar zien. Kom maar. Boy Morris, Jesse en Luca. Het goede antwoord zit ertussen. Namelijk, de boys hebben het goed. Fuck, we staan hier gewoon. Ben ik de enige die stuk ging om de manier hoe zij precies hetzelfde hun paprika eten? Als wij dit verliezen, zijn we dan automatisch niet de leukste tweede? Zijn die één na leukste tweede? Nee, maar ik meen het serieus. Dan is het klaar. Nee! Ja, echt! Het is reet te spannend deze keer! Ja. Ik heb nog meer in mijn plas! Laten we zien. Hoor, Morris. Mag ik dood? Jesse en Luca. Oké. Okay. Goeie zit ertussen. En dat zijn niet Lisa en Ayla, want die baan in het leven. Ik ben er niks! Oké, ja, jullie hebben het. Ja, ik weet het. Oké, stop maar. Jullie staan met 2 punten gewoon voor. Oh, ik vind het zo spannend, hoor! Volgende comment, focus! Ik stem op Kimberly en Melissa. Gaas, dit is. Ja, ja, maar die kan niet op iemand anders staan. Ja. Ja, die kan echt overal zijn. Ik ga een protest. Dit kan je niet maken, want ik kan overal anders zijn. Misschien is die zo naaiend, zeg maar. Jesse? De teken is best wel fijn. Ja. Kunnen we gewoon even laten zien nu? Ik vind het pad lang duur. Oké, let's go! Nee, ik heb het niet! Fucking hell, hoe lang wil je erover doen? Kimberly Melissa. Kimberly Melissa. Bij de fout. Ik moet even checken. Oké, het is fout. Jullie hebben allebei fout. Hij stopt al even. Oh ja. Oké, let's go, focus! Focus, ik focus van het artiest, zeg maar. Ik ook, joh. Ready? Nee. Van waar is dat shirt wat puntje, puntje, puntje aan heeft? Ja. Het is echt fucking leuk. Oh. Het was een comment van iemand die dacht, ik gooi even dat complimentje toch. Oké, let's go, laat het zien. Kimberly Melissa, Boy Morris. Volg maar Kimberly Melissa. Wat? Het antwoord is Silke en Famke. What the fuck? Ik zat aan het denken, maar ik deed maar niet. Focus! Focus! De stemmen van die meiden is net zo droog als de stem van Kelvin. Laten we zien. Silke, Famke, Kimberly Melissa. Ja, maar ik denk ook Silke en Famke. Dat heb ik gezegd, maar Luca wil nooit naar me luisteren. Zij hebben het goed. Wat spannend, broertje. Ik krijg een beetje warm. Wow. Het is 6-7. Volgende comment. Zou je hun kunnen leren om met de mond dicht te eten? Oké, laat me zien. Ja, die heb ik dus ook. Nee, echt niet. Stop met ruzie maken, want het was allebei fout. Ja, het stond onder onze video. Ja, meer dan 5 keer. Maar niet deze comment. Hij stond onder de video van Boris en Bo. De ene laatste comment. The fuck, als we deze goed hebben gewonnen. Oké, ze zijn echt knap. Hartje, 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 hartje. Dit is gewoon op jou zelf gereageerd en je wilt helemaal niet. Waarom zou ik dat doen? Ik heb die auto daar, dat is een Ferrari. Eén gekke bakker. Even serieus, zie je? Mooie auto. Ja, mooie auto. Ja. Boris en Bo, Jesse en Luca. Hey, maar je moet zeg maar opschrijven wat onder de video's die niet wat je mening was, hè? Oké, één van jullie heeft het goed. Jullie hebben het goed. Het staat gelijk! Voor 1! Baby, baby, oh! Bro, ik ken ze. Ze zaten op mijn school. Althans, de rechter. Fuck, man. Ja. Oh, die heb ik gezien! Als het gelijk wordt, zijn jullie allebei de leukste. Niet de leukste. Ja, serieus? Net als de Hunger Games, gewoon 2 winnaars. Ja! Laat het zien. Oh my god. Mijn hart! Het is goed. Ja, waarom? En nu? Dan niet wat er nu gaat gebeuren. Ik had dit ook niet voorspeld, ben ik veel! Ik had niet voorspeld dat dit kon gebeuren. Dit is het verhaal. Ik had vandaag een winnaar willen hebben, of 2 winnaars. Maar we hebben geen winnaar. Ik kan je niet allebei laten winnen. Kan niet. Maar het weet alsof het voorgespeeld is. Ja, jij zou het sowieso zeggen aan het einde. Maar ik wil nog steeds geen winnaar. Ja. Dus nu allemaal even weten wat jullie leuk vinden. En doe duimpje omhoog. En abonneer. Lieve mensen, ik heb net eventjes nagedacht in mijn eentje. Niet te kijken hoe ik ervoor zorg dat er alsnog een tweeling wint. En ik heb iets bedacht en het is briljant. Mag ik van tevoren zeggen dat ik jullie en alle andere tweelingen super leuk vind. Ik vond het heel leuk om met jullie video's te maken. En mochten jullie nou toch allemaal de aandacht hebben, abonneer ook even op mijn kanaal. Ik heb natuurlijk 5 tweelingvideo's gemaakt. Die hebben allemaal een bepaald aantal views. Jullie mogen niet stiekem op YouTube. Jullie moeten het aantal views welke opgeteld raden. Allemaal je telefoon zie je, anders gaan jullie cheaten. Wie het dichtstbij zit heeft gewonnen. Dat laat zien hoe dedicated je was. Ik voel de spanning. Ik moet even blijven kijken of jullie niet stiekem gewoon een YouTube app hebben hier. Ik poep hem!
Wat zeggen jullie? Ja, 350.000 of zo. Nee, even exact. 347.900. 446.000 denken wij. 446.000. Oké, ik heb het afgerond op zeg maar kaas. Op K. Op een K. Dat is op 1000. We hebben een winnaar. We hebben twee winnaars eigenlijk. Lieve Lisa, Ayla, Luca en Jesse. De winnaars zijn bekend. Pak af. De winnaars van de leukste tweeling van Nederland zijn Luca en Jesse. Ja! Oh!